Nederlandse team. Toen zij was derde op het EK Jeugd bij de koppels. En zij is 17 jaar, Sharon Jansen. Het is de Deense die begonnen is aan de partij. We spelen best of 5 legs. Eén set dus om te bepalen wie de Dutch Open bij de meisjes mag winnen. Record aantal deelnemers bij de jeugd dit jaar. Ruim 400 in totaal. Bij de meisjes waren er 31. 45. Dit zijn dus de beste twee van vandaag. Jansen uit Callantsoog. Zij gaat proberen in ieder geval 43. Één titel in Nederland te houden. Maar normaal gesproken moet dat bij de jeugd sowieso wel lukken om wat Nederlandse titels te verzamelen. Daar waar het deelnemersveld bij de dames en de heren heel internationaal is, is dat logischerwijs bij de jeugd een stuk minder. 26. Het reizen voor hen is wat lastiger. Voorlopig heeft Jansen het initiatief te pakken. En die Lindehart is begonnen. De 17e tops voor Jansen. En de eerste leg is nog niet binnen. Maar Jansen heeft nog wel wat tijd. 3 en dubbel 16 nu. Om die eerste leg alsnog te pakken. Dubbel 8. Die ook niet. Over het algemeen draait het daar om. Bij de meisjes. Wie gooit de dubbels het beste? De scores gaan over het algemeen redelijk gelijk op. Dubbels zijn nog wel eens het probleem. Niet voor Sharon Jansen die op overtuigende wijze de eerste leg weet te pakken. Meteen de Deense heeft gebroken. En dus aan de tweede leg mag beginnen. Nou, het is in ieder geval een sterk begin van de Deense aan de tweede leg. 100 en 140 zorgt ervoor dat ze op 261 staat. Scoren in beeld. Behoeft nog wat aanpassing. Jansen staat wel op die 300. Daar halen we de 26 vanaf, is 274. De Deense staat inmiddels op 220. En daar halen we deze 100 punten vanaf. En die komt dus op 120 uit. Ruime voorsprong voor de Deense. Jansen 66, komt op 208. En 120 voor de Deense Lindehart. Die daar dan weer wat slordig mee omgaat. Slechts 13 punten eraf. Kansen voor de Nederlandse om weer wat dichterbij te komen. Misschien naar de 17 toe. Wel geprobeerd, maar niet gegooid. 107 voor de Deense. Gaat naar beneden toe. Dan naar boven voor triple 20 en tops. Niet gegooid, naar beneden weer. Ja, het gaat snel bij
de Deense dame, die inmiddels op 66 staat. En Jansen met deze 140 komt op 44. Triple 10 voor dubbel 18. En dan de dubbel 18 voor Lien de Hart en 1-1. En die gaat er net naast. Sharon Jansen 44. Gaat graag naar tops. Dat mag ze nu ook. Nu naar dubbel 19. 6. Die valt niet. Ja, pech met die dubbel 19. Nu naar dubbel 17 voor de Deense. Die gooit ook de dubbel 17 niet. Ja, en zo wordt het wat onrustig. Dubbel 19. 3 en dubbel 8. Oh, gooit nog een 19. En dus zijn we weer terug bij de dubbel 18 van de Deense. Dubbel 16. Nou, ook dat wordt niet gegooid. Weer dubbel 19 nu. Voor Jansen. Ik zei het al, de dubbels. Daar wordt het vaak op beslist. Met de Deense op dubbel 16. En die gaat daar weer voor terugkomen. Dubbel 16. Dubbel 8. 24. Nee, niet gegooid. En weer naar dubbel 19. Ja. Wie gooit die dubbel? Jansen kiest voor 6, dubbel 16 nu. Heeft ze die 6 ook gegooid dan? 34. Michelle Jurikmar 8. Dubbel 4. Dubbel 2. Dubbel 2. Four. Nee, wie wil hem wel dan? Dubbel 2 voor Jansen. Ook niet. Gaan we weer terug naar de Deense. Flipperkast leg. Wie wil hem hebben? Ah, het is nogal wat ook, hè, als je 15 bent en je staat op een podium met 5000 man in een zaal. En dan moet je die dubbels maar zien te raken. Ze zijn zo klein en ze worden kleiner en kleiner naarmate je ze vaker mist. Dubbel 2. Dubbel 1. Diep ademhalen. En niet gooien. Michelle Jurikmar vol. En ook de Deense niet. Michelle Jurikmar vol. Het aanmoedigingsapplaus komt langzaam op gang in het publiek. Dubbel 1 weer. Ruim erboven. En ruim eronder. Ja, ze worden nerveuzer en nerveuzer. Je kunt het bijna voelen hier. En ik zit toch een aardig eindje weg. Ja, en daar gaat hij uiteindelijk in. En dus is de opluchting voor de Deense. Ja, een openingsscore van 9 en een vervolgscore van 5. Brengen de Deense Lien de Hart niet heel veel verder in deze leg. 16. 2 keer 60 voor Jansen is voorlopig ruim voldoende. 66. Ja, het is ongelooflijk lastig voor deze meisjes. Ze spelen natuurlijk 55. Regelmatig toernooien. Vaak op lokaal niveau, soms op landelijk niveau en heel af en toe ook internationaal. Maar over het algemeen krijgen ze niet de kans om op die hele grote podia te schitteren voor de camera's. 16. De Nederlandse Dartbond die vindt dat dat wel hoort. En ik ben het daar wel mee eens. Je moet ze de kans geven om zich te ontwikkelen. En alleen maar door het spelen van dit soort partijen op een groot podium, hetzelfde podium als waar ook de heren en de dames op spelen. Als je dat vaker doet, dan leer je hier ook mee omgaan. Dit is een soort leerproces.
83. Neemt u van mij aan dat deze jonge dames echt wel een partijtje kunnen darten. Jansen met name natuurlijk de Nederlandse regelmatig zien spelen. En ik wil het niet tegen erop nemen in ieder geval. Ik vind verlies ook niet leuk. 121 voor Jansen. Dat is een beetje een afzwaar. Triple 15 en Tops blijft over. En dus naar beneden. En dan terug omhoog. 52. Lindaert staat dan niet op een finish. Dan komen we nu toch weer aan het beslissende deel van de leg toe. 69 over. Nu nog 67 en dan blijft Bolzai staan voor Jansen. Lindaert op 76. Triple 20 is dubbel 8. Nu via 16 en Tops. Triple 16 is dubbel 4. En dan wordt het dus via de dubbel 4. 68. Ook dat gaat niet. Maar ja, wie heeft er wel de zekerheid om die dubbels te pakken? Dubbel 10 voor Jansen. Nog steeds dubbel 10. Nee, die gaat er ook weer ver naast. Het is met name de nervositeit die de beslissingen hier brengt. Dubbel 2. Nee, ook niet. En zo wordt het weer een lastig verhaal. 1 dubbel 2 deze keer. Nee, de 1 wordt niet gevonden. Alles verkrampt. De spieren willen niet meer luisteren naar de hersenen. Het enige waar de beide dames aan kunnen denken is aan al die starende ogen. 10.000 ogen die op jou gericht zijn vanuit het publiek. Dubbel 1 voor Lindaert. Zij dan wel? Nee, zij ook niet. Dubbel 2. In ieder geval weer naar een dubbel toe. Je ziet de hele schouder gaan bij Jansen. Die niet meer met de arm gooit, maar met het hele lichaam. Lindaert heeft dat iets beter onder controle, heb je niet idee. En die vindt dus inderdaad weer de dubbel. Het komt zo op een 2-1 voorsprong, ja. Het is lastig. Jansen raakt het langzaam maar zeker kwijt. Zo zou het zomaar kunnen zijn dat dit de laatste leg is dat de Deense de titel mee terug gaat nemen. Terug naar Fredericia, daar woont ze. 45. Of 41. Kan de 17-jarige Nederlandse nog wat betekenen? 81. 16. Jansen. Hij heeft pech met die laatste. 2,58 nog voor haar. De Deense heeft een voorsprong en hier met een paar trippels vergroot ze ook die voorsprong nog. En zo begon het allemaal zo goed voor Jansen. Maar is Michelle Lindaert onderweg naar
de titel. 17 is al gegooid, 18 voor dubbel 16. 35. En die gaat dan nog niet raak, maar ze heeft wel even ruimte. Omdat Sharon Jansen uit Callantsoog al die gemiste dubbels maar niet uit haar hoofd kan krijgen. Het is te begrijpen, dit is wel voor de titel. De titel gaat mee naar Denemarken als dubbel 16 erin gaat. Of dubbel 8 bij deze poging, maar ook dat gaat niet. Nee, ik zei het al. De dubbels moeten nog wel gegooid worden. En dan kan het dus nog altijd. Want Lindhard op 5 moet ook maar eerst weer een enkele ingooien. Nu naar dubbel 1 en die gooit ze wel. Ja, de dubbel 1 is de grote vriendin geweest daar van Michelle Lindhard. Zij wint met 3-1 van Sharon Jansen.